Ja, wat ik krijg. Hier, wat ik nou vandaag kom net binnen. Hier, deze envelop. Zie je dat? Hé, en maar dan moet je kijken wat er achterop staat. Hier, dit. Huppakee. Dat is niet openen. Eerst de brief lezen. Dus ja, ik mag die hele envelop dus niet openmaken. God, ik weet bij God niet van wie dit is, hoor. Maar goed, het is juist, ik denk, ja, ik laat het jullie gelijk zien. Dan kunnen jullie het meebeleven gewoon. Het is gewoon, kijk, en er zit hier dan een brief in. Kijk, er zit hier een brief in. Eerst lezen staat er. Nou, oké. Okay. Nou ja, van wie zou dat zijn, zeg jij? Niet openmaken, eerst lezen. Nou, dan gaat hij dan, hoor. Hallo, Harry staat er. Nou, Ralf, Zeuntjes hier. Nou, wat leuk zeg, brief. En een pakketje, een envelop van Ralf Zeuntjes. Hij schrijft, een aantal maanden geleden was jij boos op NAC. Nee, dat klopt. Vanwege de toestanden rond het ontslag van Maurice Stijn. Ja, dan was ik heel boos. En jij zette een streep door onze mooie club. Als geboren en getogen Bredanaar kan ik het eigenlijk niet verdragen. En helemaal niet nu ik hier speel. Ik weet, jij bent een echte voetbalman. Je houdt van clubs als de Graafschap, Go Ahead Eagles, FC Emmen en Cambuur. Ja, dat klopt. In dat rijtje mag NAC niet ontbreken. Daarom deze poging van mij om jou over te halen. Want jij moet deze prachtige club met zijn fantastische aanhang ook steunen. Dus nogmaals, niet openmaken staat er weer. Nou ja, goed, dat doe ik dan niet. Dat doen we morgen. Bel me en dan skypen we even. Tot morgen, topper. Ralf. Nou ja, zeg. Ha. Ja. Ja. Daar word ik gewoon even een beetje stil van. Ja. Ja, dat. Ja. Dus toch wel, hè? Dat zo'n speler als Ralf Zeuntjes gewoon al die moeite neemt. Hè? Om het daarover te hebben. Ja, dat vind ik toch wel wat hebben. Nee, ik ga hem zeker morgen doen. Ik ga hem zeker morgen skypen. Ik ben benieuwd wat hij allemaal te zeggen heeft. En ook heel erg benieuwd wat hierin zit. Yeah.